Hey, wat fantastisch dat je weer kijkt. Dit is weer een JODM. En als je dan toch aan het kijken bent op YouTube, laat dan even een comment achter. Er zijn verrassend weinig vragen voor JODM via de YouTube. Ja, we willen er meer. Ja. Zeker 13. Maar ben je er een beetje klaar voor? Ben je... 100%. Nou, gooi er maar in. Eerste vraag. Blijf ze trouwens insturen naar redactie@piep.nl of via de Instagram @powerunlimited. Of kom ze hier persoonlijk langs brengen. Het is een beetje het universele woord voor... Dat is het eerste wat je leert op de gebarentaaltraining. Hallo allemaal. Ik ben al enige tijd op zoek naar een app/programma voor de PC om alle programma's die op de PC te zijn te upgraden. Helaas kan ik tot nu toe geen fatsoenlijk programma vinden die dit bijhoudt. Hebben jullie enige adviezen, tips? Ik heb geen idee wat hij bedoelt. Hij wil een programma waarbij hij alle programma's die hij heeft, ja, update. Eigenlijk wat je ook op de telefoon hebt, ja, dat je zegt update alle programma's update. Ja. Geen idee. T91. Nee, als je een MacBook neemt, dan kan je dat wel doen. Gewoon één druk op de knop. Hoppa, ja? Alles updaten. Nou, ook neem een MacBook. Ja. Super gratis. It's not about money. It's about sending a message. Everything burns. Hallo. Oh, dit is een vraagje voor jou. Oh. Ja, dit is een klassiekertje hoor. Oh. Ja, dit heeft Dr. Console written all over it. Dit is de Martin Special. Ja, daar gaan we weer. Hallo, ik heb een PlayStation 4 Pro. Maar elke keer bij één spel krijg ik de foutcode CE38700-8. Wat kan ik daaraan doen? Zegt Sam. Nou, Sam, gelukkig weet ik alle foutcode-meldingen aan mijn hoofd. Ja, laat me even denken. Nou, ik heb even heel hard nagedacht. Even al die foutcodes weer op een rijtje gezet. En het is sowieso een software issue. Dus het ligt aan de game die je aan het spelen bent. Het zou de cache kunnen zijn die corrupt is. Dus wat je kan doen is die even legen. Dat zou je kunnen doen via de safe mode van je PlayStation 4 Pro. En hoe je daarin komt, je zet je PlayStation wel uit. Je zet hem aan met het knopje. Je houdt die even 5 seconden ingedrukt. En dan kan je naar optie 5 uit mijn hoofd. Rebuild database. En dan gooit hij namelijk ook je cache leeg. En dan kan je het nog een keer proberen. Nog een vraag, en die is ook voor jou, denk ik. Nog een. Van Umar. Die zegt, goedemiddag. Ik had een vraag over een video die jullie hadden gemaakt op YouTube, namelijk over de Steam Deck. Ik kan hem helaas niet bemachtigen, maar ik ben er wel heel erg benieuwd naar. Gebruiken jullie de Steam Deck nog veel? Het is denk ik mijn beste aankoop van afgelopen jaar geweest. Serieus? Ja, ik heb nog nooit zoveel gegamed zoals de afgelopen maand. Wat speel je er dan op? Ik ben nu bezig met The Witcher. Ik speel heel veel Vampire Survivors. Nou, daar heb je afgelopen pauwpraat wel genoeg over gehoord, denk ik. Hoi, deze tijden gaat het niet goed met me. Iedereen sluit me buiten omdat ik maar een kapotte PS4 die niet aangaat heb en geen PS5 om met hun te kunnen gamen. Het voelt gewoon alsof ik niet meer in deze wereld moet zijn, want ik heb eigenlijk geen vrienden. Ik heb geen geld, omdat mijn familie arm is. Iedereen vindt mij raar. Nou Seppe, je bent sowieso niet raar. Je bent een fucking held. Die PS4 die gaat niet meer aan, dat is vervelend. Geen PS5 om te kunnen gamen. Ja, dat is gewoon heel erg vervelend. Maar, kop op. Ja, weet je wat je... sowieso, ligt niet aan jou. Je bent gewoon een topgozer. Ja, een tippie. Wij hadden vroeger ook niet heel veel geld thuis. Nee, nou ja, goed. Ik zocht gewoon een baantje, weet je. Ja. Dus ik ging folders vouwen en langsbrengen. Grinden. Ja, gewoon die monies moeten gestekt worden. Ja. Dan moet je dus wel even... Zoals de gangster deed vroeger. Dan moet je die natuurlijk wel verdienen. Dus zoek gewoon een baantje. Hoeft niet 9-to-5 rambam boterham, maar gewoon... Nee. Weet ik veel, ga vakken vullen. Na je schooltijd de koopavond meepakken in het weekend dingetje. Nou, Seppe, allemaal opties voor jou om te gaan doen. Kop op, ja. Je bent niet raar, je bent een topper. Ja.
Gewoon even schouders eronder, even beuken en dan verdien je zo die PS5 bij elkaar. Zo is het. Ja, of doe gewoon mee in onze prijsvraagjes. Dus af en toe geef er ook eentje weg. Dan doen er wel meer mensen mee natuurlijk. En trouwens, als mensen jou laten vallen omdat je geen PlayStation hebt, dude. Ja. Dat is gewoon niet oké, man. Dat zijn het niet echte vrienden. Dat zijn het geen echte vrienden, inderdaad. Goedemiddag, ik heb een vraagje. Ik krijg elke keer dit probleem bij Call of Duty. Weet u hier raad mee? Dus je profiel wordt uitgelogd. Dat is irritant. Nou, Nicky. Gelukkig hebben we een idee wat het zou kunnen zijn. Het zou namelijk zomaar kunnen dat hij een fout heeft met de save data die je hebt. De lokale save data van je game. Zorg even voor dat je de lokale save data delete. Dan download hij het weer van je cloud. Als je PS Plus hebt, dan denk ik wel, want je speelt multiplayer. En dan moet het, als het goed is, weer goed zijn. Ja. En als het niet is, moet je nog een keer een bericht sturen en hebben een andere. Ja. Wellicht de oplossing voor je. De vraag wordt steeds kleiner en kleiner en kleiner. Of wij worden oud. Heb je je leesbril niet bij? Zo. Hey, goedenavond. Ik heb een vraag. Ik krijg elke keer deze melding. Alleen ik weet niet wat te doen. Ik heb een paar dingen geprobeerd. Alleen is het probleem nog steeds niet verholpen. Ik hoop dat u mij kunt helpen. We kijken hier naar een screenshots van FIFA. Foot Champions. Er gelden beperkingen voor je gebruik van communicatie. Ik weet niet wat er staat. Als je ouder of foon... Oké, ik weet wat er aan de hand is. Deze jongeman, Andri Saksoy, die is nog niet 18 jaar of ouder. En die is met FUT bezig en die wil wat dingen kopen, waarschijnlijk. Ja. En dan krijgt hij een melding dat hij toestemming moet vragen aan zijn ouder of voogd. Dat klopt, want die moeten dan even zeggen op hun account, op deze PlayStation, dat ze daarmee akkoord gaan. Want er staat een parental lock op. Dan heeft waarschijnlijk jouw... ouder of voogd restricties erop gezet. Dus dan moet je even lief vragen of je je game mag spelen. En dan kunnen ze dat via hun account unlocken en zodat jij weer kan spelen. Flitsronde! Hebben we nog een flitsronde? Ongetwijfeld. De flitsronde is eigenlijk niet zo flits, hè? Hij moet flitsen daar. 30 seconden? Ja, we deden altijd 2 minuten. Laten we hem inderdaad op de 30 seconden. Oké, hier komt hij. Set timer voor 30 seconden. Wat is je favoriete schoenmaat? 10,5. 10,5? Amerikaans. En wat is dat in echte taal? 44, 45, zoiets. Ja, volgende. Favoriete dier? Een pinguïn. Een pinguïn? Ja, die loopt zo grappig. Die stinken, jongen. Ja, dat maakt me toch niet uit. Ongelooflijk. Favoriete dier? Olifant. Ik vind een olifant wel echt cool. Maar zet je dus heuren dat de pinguïns stinken, maar olifant als die dan? Oké, we moeten snel. Wat missen jullie meer? Oude PUBG? Tijd! Wat? Is de vraag? Jullie waren veel te langzaam deze keer. 2? Dat is echt een diepte-record. Ik had er nog 4. Klaar. Nou, lees op dan. Januari. Welke kerstpakketje willen jullie? Wat ik wil voor kerstpakket? Ik wil wel een PlayStation VR 2. Ja, dat gaat dus mooi niet gebeuren. Nee, maar je kan gewoon zeggen wat je wil. Ah, je kan gewoon zeggen wat je wil. Of het realistisch is. Nou, wie weet heeft de kerstman er nog eentje liggen. Ja, maar bij mij is het altijd 3 koningen. 3 koningen heeft van mij altijd wel een dikke shit. Ik wil een smartwatch. Je wil een smartwatch? Ja. Okay. Maar wat bekend. Wat zou nou leuk zijn? Pokémon kaarten dan. Ja, mocht jij ook nog iets te vragen hebben, dan kan dat. Stuur even een DM'tje naar @powerunlimited. Of natuurlijk een comment onder deze video. Of een andere manier waarop je dingen kunt vragen. Dat kan natuurlijk via de e-mail of dat soort dingen. Maar dat dus. En dan bespreken we het natuurlijk de volgende keer in Yo DM. Dankjewel. Alsjeblieft. Ja. Nou.